Henk Temming zei dat hij niet echt van mijn stem houdt. Of het is niet echt zijn smaak. Ja, dat was wel best heftig om te horen natuurlijk. Talentscouts moet helemaal niet zijn eigen smaak laten meewegen. Die moet denken aan wat vinden mensen mooi. De koortjes in dit nummer zijn gezongen door Black Gospel Choir, Gospel Boulevard. Daar zit ik zelf ook in. Het moeilijke in dit liedje vind ik nog wel dat ik niet mag fronsen. Want ik heb trouwens de neiging om dit te doen. Zeg maar, dat heb ik in mijn spraak ook altijd. Zit gewoon in de familie, sorry maar. Het voelt bijna niet dat zij kandidaat is, maar zij is gewoon een artiest. Prachtig dat ze voor ons wil optreden in dit programma. Ik ga het nummer van Chai Coltrane zingen, genaamd You Were My Friend. Chai Coltrane is een blonde soulzangeres uit de jaren 70. Ja, die zingt met zoveel bezieling. Ieder woord voel je. En dat heb ik met Sharon ook een beetje. Dus ik denk dat zij deze song geweldig gaat zingen. Ze zingt één van de twee hits waarmee Chai Coltrane in de top 2000 staat. Met You Are My Friend is hier Sharon! Hoe ging die, Sharon? Is al zo kort, hè? Ja, daar heb je altijd moeite mee, hè? Echt dat het zo kort is. Ja, ik ben gewend om hele liedjes te zingen. Dan denk je zo'n stukje. Maar ging leuk, ja. Maar hoe chic je eigen koor staat achter je te zingen. Nou ja, in gedachten dan. Ja, heel veel steun. Te gek. Bedankt nogmaals, jongens. Thank you. Fijn. Nou, we gaan even naar jouw coach, Henk-Jan, die zo trots op je is. Wat vond je ervan? Ja, we hebben natuurlijk deze song gekozen speciaal voor die laatste zin. Dat heeft Henk ook al een keer gedaan. Van één keer kom je tot de conclusie, vriendschap is een illusie. En dus ik hoop dat daarmee de smaak van Henk misschien een beetje bijstuurt. Maar ja, het blijft een kwestie van smaak blijkbaar. En ik kan één ding zeggen, ik hou ervan. Jij houdt ervan, hè? Marianne, hou je er ook van? Ja, weet je, ik vind het zo'n onzin om nu weer te roepen, wat zingt ze prachtig en wat maakt ze een leuk plaatje. Want dat staat wel vast. En het verbaast me niet wat je nu net gezongen hebt, dat weer zo beeldig is. Misschien een hele kleine tip. Misschien dat je in het vervolg nog meer aan de interpretatie van het nummer kunt doen.
En dan krijg je vast een heleboel meer friends. Oké, cool. Dank je wel. Ja, en nu het meest gevreesde jurylid voor jou. Nou, toen ik hoorde dat ze een nummer van Chai Coltrane ging zingen, toen had ik zoiets, oh nee, hè. Dat vind ik zo'n vreselijke zangeres. Dus wat dat betreft... Ja, trek het je niet aan. Trek het je... Het is inderdaad een kwestie van smaak. En ik vind, ja, en tot nu toe gaat het goed. Als ik op mijn eigen smaak afga, dan klopt het meestal wel. Ja, je moet niet zo persen. Friends kan je ook ietsjes minder zwaar aanzetten. Dus beter voor je stem en beter voor het nummer. Altijd een goede tip. Maar ik vond het een geweldige performance. Laat ik dat even erbij zeggen. Want anders is het alsof het een heel negatief, hè? Ja. Dankjewel. Vond je het ook een geweldige performance? En heeft Sharon voor jou de X-factor? Geef dan je stem en bel naar 0909-0302. Want ze heeft je hart nodig. SMS anders haar naam Sharon naar 5656. Dankjewel, Sharon!